Ik ben Michel Vols, ik werk bij de rechtenfaculteit en ik doe onderzoek naar hele overlastgevende mensen. Tokkies worden ze ook wel genoemd. En ik heb daar een proefschrift over geschreven. En vorig jaar heeft de decaan van het onderzoekcollege heeft me gevraagd om een masterclass te geven over antisocial behavior. Het moest in het Engels, hè, dus antisocial behavior en leadership. Dat vond ik lastig, want hele overlastgevende mensen worden nou vaak niet gecombineerd met leiderschap. Hè. Dat wordt vaak gecombineerd met grote bedrijven, CEO's. Dus ik vond het lastig om dat te combineren. Maar we hebben goed overleg gehad en we hebben daar uiteindelijk wat over gevonden. Ze hebben vooral gefocust van, zijn mensen in staat om een leider te zijn in hun eigen leven? Zeker als je drugsverslaafd bent of psychisch gestoord, is dat hartstikke lastig. Dus daar hebben we allemaal gastsprekers voor geregeld. De directeur van de GGZ-instelling hier in Groningen, de directeur van Nijensteden, de grote woningbouwcorporatie, hoogleraren die bijvoorbeeld wat hebben verteld. Jan Brouwer heeft iets verteld over de rellen in Haren. En we hebben een ervaringsdeskundige die ook werkt bij Lentis, de GGZ-instelling hier in Groningen, die zelf een paar keer is ontruimd. Omdat ze heel veel spullen verzamelt. Dus dat is een hoorder. Dat was een hartstikke leuke ervaring. Nou, in mei vorig jaar heb ik die masterclass gegeven en dat ging hartstikke goed. Want ik vond het een hele leuke groep van studenten. Je hebt ongeveer 16 studenten hadden we zitten die allemaal vanuit verschillende faculteiten komen. Hè. Sommigen zitten vanuit sociale wetenschappen, anderen zitten van bedrijfskunde, anderen van het medicijnen. We hebben dus helemaal niks met rechten, maar wel super geïnteresseerd. Hè. Dus ze vragen veel. Als je een half uur voorbereidt aan lesstof om te geven, dan ben je 90 minuten bezig. Dus daar moet je goed op voorbereiden. En zeker ook de combinatie van gastsprekers en gewoon mijn college was hartstikke leuk. Een grappig verhaal is dat we iemand hadden die zelf ontruimd was vanwege heel veel verzamelwoede en heel veel geluidsoverlast. En daar het moest allemaal in het Engels, dus die voelde zich heel erg onzeker over haar Engels. Maar de studenten waren dusdanig aardig tegen die mensen. Dat ze heel erg op de gemak kwam en dat het helemaal loskwam. En dat de studenten eigenlijk van alle van, wat doet dat nou met je zo'n procedure bij de rechter? En als je uit huis wordt gezet. En kunnen we dit niet anders oplossen? Hè? Kunnen we niet van onze eigen perspectief, van onze eigen onderzoeksperspectief, kunnen we daar niet een oplossing voor bieden? En dat was leuk voor de studenten, leuk voor de gastsprekers en ook hartstikke leuk voor mij. Want ze schrijven daar heel veel over, vragen heel veel. En je krijgt allemaal nieuwe inzichten die je toch kan gebruiken bij je eigen onderzoek. Nou, ik zal het zeker weer doen. Ik wil het ook wel weer gaan doen. Of ik ga het ook weer doen. Want het onderzoekcollege heeft gevraagd. Nou, zou ik het nog een keer willen doen met een nieuwe groep studenten? Dat ga ik heel graag doen. Natuurlijk kost het wat tijd. En je moet het in het Engels doen. Dus als je daar niet zo zeker over bent, is dat wat lastiger. Maar desalniettemin, die studenten zijn ook allemaal niet natives. Hè. Die vinden dat ook, snappen heus wel als je een keer een fout maakt. Plus, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Want je krijgt nieuwe inzichten. Als je ze papers laat schrijven, heb je er misschien ook nog wel wat aan. Ik vond het gewoon een leuke ervaring om te doen. En om mee te maken. En ik zal het zeker doen.